Opeens een soort bemiddelaar. Ja. Um, een beetje tegen wil en dank, als ik het goed heb begrepen. Maar goed, hij is ermee aan de slag gegaan en hij komt dan met conclusies. Daar wordt natuurlijk met argusogen naar gekeken, ook door u en uw ja. partij. Waarop Zeker. Niet? Ja, nee, natuurlijk. Ja. Want uw politieke leider heeft eerder gezegd. Nou, die deadline van 2030 voor de reductie van de stikstofdepositie met de helft is, wat ons betreft, niet heilig. Dat zei hij. Ja. ja, klopt. Is dat nog steeds het standpunt van uw partij? Nou, weet je wat het is? Ik heb de afgelopen maanden ben ik op uh, meerdere keren heb ik nog eens een keer de coalitietekst doorgelezen. En, en mezelf te, ra te raden gegaan van joh, hoe heeft het zo allemaal kunnen exploderen? Want de afspraken die wij destijds hebben gemaakt, waren toch eigenlijk best evenwichtig. Hè? Van onderaf alle sectoren evenredig. En verschillende manieren om stikstof te reduceren. Ja, ja, ja uh, Door, door uh, boeren te laten stoppen. Maar ook door innovatie, managementmaatregelen. Ja. Maar veel 2030. We, en uh, klopt? En tegelijkertijd zouden we ook met een perspectief... Komen waardoor we aan zouden tonen voor de boeren die die doorgaan van jongens, het wordt een ja. heftige periode. Maar daar heb je die minister van Landbouw weer voor nodig. Ja, en, en ik moet zeggen, eigenlijk sinds uh, het, het coalitieakkoord ja, zijn er toch heel veel dingen gewoon fout gegaan. En we hebben het natuurlijk eerder gehad over het kaartje, want het natuurlijk gewoon een verkeerd signaal heeft afgegeven van joh, wij hebben het in Den Haag al bedacht en uh, zo gaat het worden. Ja. Um, dat uh, we alleen een stoppersregeling, die eigenlijk het meest concreet is uitgewerkt, maar nog niet duidelijk is welke innovaties, nou, enzovoort. Ja. Uh, plus dat de opgave alleen voor de landbouw is gepresenteerd ja. en niet voor de andere sectoren. En daarvan zeggen, ja, dat komt op een later moment. Ja, maar weet dat, u mijn vraag nog? Jazeker, daar was ik naartoe aan het inleiden. Ja. En, en dat heeft er uiteindelijk uh, voor gezorgd... dat er natuurlijk maatschappelijk uh, de discussie is geëxplodeerd. Um, wat ervoor heeft gezorgd dat uiteindelijk heeft, het, uh, heeft mijn fractievoorzitter... voorgesteld, joh, uh, dit moet geleind worden, dit proces... en daar moet een, uh, een, een, een onafhankelijk persoon... Komen zonder taboes om dit gesprek weer op gang te gaan brengen. Mm. Uh, want of we het nou leuk dat vindt, of niet. Dat is Remkes geworden, dus ja. Precies, dat is eigenlijk Remkes geworden, want ja. we hebben uiteindelijk de, de boeren en ook de provincies nodig voor die gebiedsproces. Anders gaat ja. het überhaupt niet lukken om stikstof te reduceren. Ja. Maar, nou, ja. maar, maar, maar nu terug toch eh, graag naar het antwoord op mijn vraag. Is 2030 nog steeds niet heilig? Nou, ik denk dat, we, dat de opgave om stikstof te reduceren nodig is. Uh, dat, het, uh, dat het bieden van perspectief voor boeren nodig is. Ja. En dat we vooral uh, niet te dogmatisch moeten zijn. En ik denk dat daar de uitspraak van, van uh, mijn partijleider Hoekstra over ging. Van joh, kijk nou naar die maatschappelijke onrust. Wees. In sommige gebieden wat flexibeler, als dat zorgt dat partijen aan tafel komen. En we moeten wel zeggen, ja. uh, het zat muur en muur vast. En ja. de uitspraak van, van Hoekte heeft natuurlijk voor, in Den Haag voor heel veel onrust uh, veroorzaakt. Ja. Maar tegelijkertijd, buiten Den Haag heb ik vooral heel veel mensen gehoord die zeggen, joh, he he, er wordt naar ons geluisterd. En het heeft geresulteerd dat, dat uiteindelijk ook de boeren en ook de provincie weer aan tafel zijn gekomen. Maar er staat die uitspraak nou nog steeds? Is 2030 nou heilig of niet? Ik denk dat, dat dat voor ons gewoon uh, heilig is, dat, uh, dat er een aanpak gaat komen die op draagvlak kan rekenen. En dat betekent niet van iedereen uh, moet het eens zijn. Want er zullen ook boeren zijn uh, uh, die het helemaal niks zullen vinden. Die, die überhaupt ontkennen dat er een stikstofprobleem is. En er zullen ook natuurorganisaties zijn die, die altijd zullen zeggen: het is niet goed genoeg. En ja. ik denk dat wij in ons land. Uh, uh, ons oren open moeten houden voor de maatschappelijke onrust. En tegelijkertijd ook een klein beetje flexibiliteit moeten hebben om uiteindelijk die doelen te halen. Want ja. als we heel dogmatisch blijven we zeggen, ja, de doelen staan en het moet altijd op dit tempo en op deze manier. Ja. En je hebt als resultaat dat iedereen boos uh, thuis blijft zitten en niet aan tafel komt. Ja. Dan gaan we 2030 niet halen, maar dan halen we 2035 ook niet om stikstof te reduceren. Want het is misschien heel ongemakkelijk, maar we hebben elkaar hierin nodig. Ja. Maar eigenlijk zegt u met zoveel woorden als ik u goed beluister. Die uitspraken van Hoekstra moet je een beetje rekkelijk zien en niet al te letterlijk. Het gaat meer om een soort pragmatische kijk naar de oplossing van dit probleem. Dan naar letterlijk 2030 heilig verklaren of niet heilig verklaren. Heb ik ja, dat goed begrepen? Nou, ik, denk, ik denk inderdaad dat dat een goede samenvatting is. En tegelijkertijd dat het kabinet ook met een, een totaal uh, perspectief komt. Dus hoe, ga je, hoe gaan uh, kunnen boeren stikstof of reduceren? Dus ja, dat zal een, een deel gaan met boeren die die toch al wilden gaan stoppen. Ja. Maar ook doordat je gewoon heel duidelijk, want dat is ook perspectief, aangeeft hoe. Hoe kan jij stikstof reduceren door middel van innovaties... door middel van managementmaatregelen? Hoe geven we boeren bijvoorbeeld langjarig uh, agrarisch natuurbeheer... en misschien in ruil dat ze dan ook hun veestapel vrijwillig uh, krimpen? Heel veel boeren weten dat er een stikstofprobleem is... en weten dat we aan de natuur moeten werken en willen dat ook. Ja. Alleen... Het, het, is het kabinet is tot nu toe nog niet gelukt om dat ook uiteindelijk om te zetten in daden. Ja, maar we moeten dat interview uit het Algemeen Dagblad van Robke Hoek, Hoekstra... destijds dat dus tot veel gedonder leidde, ook in het kabinet en in de coalitie... moeten we niet letterlijk nemen. Het gaat om de denkrichting. Ja, ik denk dat dat een goede een samenvatting is. En ik denk dat dat als wij elkaar, dus enerzijds vanuit, vanuit het boerenperspectief, hè, want dat moet ook vanuit, vanuit de agrarische kant ook zo worden gezien, mm. hè, daar zit ook vaak het wordt vaak wat dogmatisch gekeken. Mm. Ik denk als allebei de kanten van dit spectrum, vanuit de natuurkant, vanuit de politiek, vanuit de agrarische sector, dat we allemaal elkaar iets meer ruimte geven en begrip hebben ook voor elkaar... Uh, uh, gevoelens, hè? want ik begrijp heel goed dat, er, dat de natuurkant uh, naar de boeren, maar ook naar het CDA kijkt. Oh ja, uh, rentmeesterschap, uh, me, ren, rentmeesterschap vinden ze toch niet zo belangrijk. Mm -hmm. En ik snap ook heel goed vanuit boeren die zeggen: Ja, tegen mij is destijds gezegd toen ze Natura 2000 aanwezen dat dit geen uh, impact zou hebben op mijn bedrijfsvoering. En nu blijkt het toch anders. Ja. We moeten begrip hebben voor die twee kanten. Pas als we dat hebben. Dan kunnen die gebiedsprocessen echt gaan beginnen. En, ja. en dat was ook de oproep van, 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 van uh, Hoekstra. Van joh... Wees nou niet dogmatisch Laten uh, laat ons nou niet heel technocratisch vasthouden aan een Excel sheet met percentages en nou, Dat was misschien de bedoeling. Maar hij zei het anders. Uh, hij zei 2030 is niet heilig. Maar goed, dat moeten we dus niet te letterlijk nemen. Dat heb ik begrepen. Uh, de vraag is wel, kijk, als je naar de toekomstperspectieven van de boerenstand kijkt en je wilt die boeren daadwerkelijk uh, uh, iets van een toekomst geven, dan heb je daar een visie voor nodig. Nou, de vorige ja. minister is daar nogal lang mee bezig geweest uh, en daar kwam niet uh, uh, het gewenste resultaat uit. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. Als er weer een nieuwe bewindspersoon komt, ben je weer maanden verder, of niet? Ja, ja dat, dat hoeft eerlijk gezegd niet, als u je, als je het mij vraagt. Nee, nee liggen, maar als, Ke als Kees Veerman het doet, die zegt... ik heb alle rapporten al liggen, er hoeft nog maar een nietje doorheen... en we hebben de visie. Nou ja, sterker nog, ik heb bijvoorbeeld één keer een, een motie... vorig jaar april ingediend, dat ik heb gezegd... joh, het, het Agrarisch Natuurbeheer is nu vaak... Op zes jaar beperkt. Als je dat verlengt naar 20, 30 jaar en je zegt tegen boeren: Jij krijgt uh, bijvoorbeeld een stukje natuur in jouw omgeving als beheer. Mm -hmm. en dan voor 30 jaar. en jij uh, in ruil daarvoor doe je bijvoorbeeld je veestapel... van 120 naar, naar 80 koeien. Yeah. er zijn heel veel boeren die dat heel graag willen. En yes. er ligt een motie van mij die zowel steun heeft van, van GroenLinks tot BBB. er ligt een, 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 in de 25 miljard zit 2,1 miljard voor agrarisch natuurbeheer. Yeah. ja, dan is mijn vraag aan het kabinet: waar wachten we nog op?